Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben vergeten de oorbellen in te doen, zie ik. Ik ben vandaag heel vroeg opgestaan. Want ik ga naar Amsterdam. Vandaag heb ik gewoon meerdere afspraken ingepland, zodat ik gewoon even er naartoe kan rijden. Alle afspraken afhandelen en dan weer naar huis voordat ik op vakantie weer ga. Ik heb net een cappuccino gehaald bij de tank. En ik heb ook mijn sapjes mee. Ik heb die rode mee. Die vind ik echt het lekkerst eigenlijk. Toch wel achteraf. En ik heb die groene mee. En ik heb nog een gemberkartje mee. Maar die ga ik straks even drinken. Ik ga eerst mijn koffie drinken. Dus ik sneed net echt een auto heel erg af. Gewoon per ongeluk. Hè, want ik zag die gewoon niet aankomen. En er reed dus een man in. En hij toeterde kapot hard naar mij. Hij was echt pissig. Ik zag het gewoon in de spiegel. En toen dacht ik zo van sorry, weet je wel. En toen zag je gewoon dat hij niet meer boos was. Mannen zijn echt zo makkelijk. Als het een vrouw was, ging ze gewoon gelijk door. Maar ik denk zo van sorry. En hij gewoon gelijk rustig chilling verder rijden. Ik vond het wel grappig om te zien. Ik ga even kijken of ik oorbellen in mijn tas heb. Want ik mis echt oorbellen. Zo, dat is toch veel beter. Of niet? Nou, ik ga even snel lekker mijn cappuccino drinken. Zo, ik ben bij mijn eerste afspraak. Of tenminste, ik loop er nu naartoe. Ik ben er iets later dan gepland. Zo, ik heb de eerste afspraak gehad. En het was bij een PR-bureau waar ik nog niet mee heb samengewerkt. Dus dat vond ik echt leuk om even langs te gaan. We hadden al best wel lang contact. Ik heb een paar leuke dingen meegekregen. Maar de meeste dingen die ik echt heel erg tof vind, krijg ik pas achteraf. Bijvoorbeeld de tangle teaser meegekregen. Met allemaal glitters. Echt super schattig. Deze ziet er echt cute uit. En ik gebruik altijd een tangle teaser. Ik heb alleen die roze. Maar deze ziet er echt heel erg cute uit. Dus hier ben ik echt blij mee. Nog een parfum gekregen van Michael Kors. Nog een paar maskertjes. Lipstick van Estée Lauder en zo. Maar ik krijg dus de rest later opgestuurd. En daar kijk ik echt naar uit. Want ze hadden echt zoveel mooie merken daar. Dus echt tof. Ik ga nu even snel naar mijn volgende afspraak. Maar ik heb echt zoveel trek nu. Ik denk dat ik maar even mijn sapje ga opdrinken. Anders ga ik het echt niet redden. En ik weet echt niet of ik vol ga zitten nu. Oké, aangekomen bij mijn tweede afspraak. En ik moet trouwens, ik heb mijn oorbellen uitgedaan. Want ik heb toch last van mijn eczeem achter mijn oren. Ik vond het toch niet zo heel fijn. Ik wil eerst dat het helemaal herstelt. Maar door die juices moet ik dus de hele tijd naar de wc. En ik moet nu ook echt zo nodig. Echt niet normaal. Zo, net klaar met mijn afspraak. Duurde echt veel langer dan ik had verwacht. Maar het was echt een heel goede positieve afspraak. Ik heb er heel vaak gehad. Ik ben blij dat ik er eindelijk naartoe ben gegaan. Want het heeft lang op zich laten wachten. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Nu ga ik snel even een salade halen. Of een pokeball. Of wat dan ook. Iets gezonds om binnen te krijgen. Want ik ga letterlijk dood. En dan ga ik naar mijn laatste afspraak van vandaag. En het is ook gelijk de spannendste afspraak. Want het is voor een campagne. En dan zie ik je straks als ik denk ik thuis ben. Want ik ben wel echt klaar met vlog vandaag. Ik ben klaar met alle afspraken. Voor toch niet gered om wat te eten. Ik ben nu beland bij deze tankstation. En dit is de beste tankstation ever onderweg van Amsterdam naar Rotterdam. En hier letterlijk alles wat je kan vreten. Heerlijk. Ik moet echt iets naar binnen werken. Want echt, ik val zo neer gewoon. Ik ben eindelijk thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Ik ben daarna namelijk nog langs de Zara geweest. En langs de Primark om ook een paar dingetjes te halen voor Nessie. Voor onze trip. We hebben eigenlijk alleen maar één blusje gevonden voor hem. Echt balen. Maar ik ben echt zo blij dat ik thuis ben. Ik ga nu even snel douchen. En daarna ga ik koken. Want Nessie is er met een uur. Dus ik moet even alles goed plannen. Voordat ik ga douchen ga ik nog even snel een wasje draaien. Daarna even de kleren ophangen. Want ik heb geen droger. Dat is wel echt shit, ik zeg je eerlijk. Oh, ik heb heerlijk gedoucht. Niet normaal. Ik voel me nu zo lekker. Ik ga nu even de was ophangen en dan snel koken. Ik heb denk ik nu nog een half uurtje. Ik ga chili con carne maken en ik maak twee versies. Eén voor mij die heel erg pittig is. En één milde variant van Nessie. En ik hoor Nessie nu binnenkomen. Hi Nessie. Ik ben dan totaal niet goed getimed. Ik heb volgens mij de tijd niet zo goed in de gaten gehad. Maar ik ga nu gewoon één pan chili con carne maken. Een milde variant. Zo, mijn chili con carne is bijna klaar.
is mijn bord. En dit is Nessim's bord met rijst. Ik heb trouwens de verkeerde rijst gekocht. Dus het is een soort van plakrijst geworden. Dat maakt niet uit. Eindelijk op de bank. Heerlijk. Morgen, het is vandaag dinsdag. En vandaag ga ik de laatste voorbereidingen doen voor mijn trip. Ik laat je nog even later in de vlog weten waar ik precies naartoe ga. Ik heb dus net geparkeerd bij Fabulousjes en ik ga weer wimper-extensions nemen voor mijn tripje. Want ik heb gewoon geen zin om elke dag nepwimpers en zo erop te plakken. En ik weet dat ik het heel graag wil. Dus ik ga gewoon extensions weer zetten en dan... ja, ik denk dat ik er ook weer aan begin aan extensions. Want ik vind het gewoon echt heel erg chill. Alleen ik ga het wel even natuurlijker doen dan voorheen. Maar ja, ik ga eraan beginnen. Ik heb trouwens even... een halve sapje gedronken. Anders moet ik echt heel vaak naar de wc daar. Terwijl ze bezig zijn. Dus lijkt me niet zo'n handig idee. Maar ja, dat is het eigenlijk voor nu. Ik zie jullie straks weer. En dan... Oh mijn god, mijn haar is ook echt helemaal niet. Ik heb mijn haar helemaal niet gedaan. Als ik straks thuis ben, ga ik daarmee aan de slag. En dan ga ik ook nog andere dingen doen. Andere voorbereidingen doen samen met Nessie. Voor ons tripje. En dan... ja, jullie zien het straks allemaal wel. Ik ben nu bij Fabulousjes. Ik heb net mijn wimpers gedaan. En Nadia heeft ze gezegd. Een nieuw jaar en een nieuwe wimper. Ja, nieuwe wimpers. I need them. Dankjewel. Dat zijn je echt heel mooi. Ja. Ik heb een beetje mijn make-up bijgewerkt. Ik ben echt zo blij met mijn wimpers. Niet normaal. Even kijken. Ik heb mijn haar een beetje gefascineerd. Het zat voor geen meter. Ik heb het maar een beetje zo strak gekamd in een knotje. En ik heb hem gewoon een beetje opgefreesd. Ik ga nu even snel mijn nagels fixen. Want die zien er echt niet meer uit. En eentje gaat er al... bijna vanaf. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar nu moet ik echt gaan fixen. Trouwens, deze jas, jongens, ik heb er heel veel comments over gehad. Dit is geen echte bondjas. Het is gewoon een jas van 60 euro van de Zara. En die is hartstikke nep. Maar ik ben blij dat het een beetje echt uitziet. Want tegenwoordig kunnen ze dat echt heel erg goed. Zo'n neppe bondjas echt laten ogen. Dus je hoeft eigenlijk ook geen bond meer aan. Dus eigenlijk is het alleen maar goed dat het echt eruit ziet. Ik vind mijn outfit vandaag echt super lelijk. Maar ik wil gewoon even lekker comfortabel outfit aan. Als ik mijn wimpers doe, dan wil ik altijd een heel comfortabele outfit aan. En dit was dus het eerste dat ik tegenkwam. En met deze jas eroverheen is het echt kei lelijk. Maar I don't care. Ik ga weer even snel naar mijn afspraak. Inmiddels ben ik bij het Alexandrium aangekomen. En ik op echt een plek heb om mijn nagels te doen. Want ik ben wel echt heel erg last minute. Dus ik ga even kijken en ik ga ook gelijk even een broodje halen. Want ik heb echt wat juices en ik heb daar gewoon niet genoeg aan. Klaar met mijn nagels doen. En ik wil eigenlijk heel erg natuurlijke nagels, maar ik heb uiteindelijk voor roze nagels gekozen. Echt best wel leuk. En ik heb trouwens ook gelijk meteen nagels gedaan. Kunnen jullie nou niet zien, maar ik heb ze gewoon heel erg natuurlijk gehouden. Want ik wil gewoon even... Je houdt het toch sowieso nog half. Frisse voeten eigenlijk voor de vakantie. Ik ben nu bij de Mango en ik ga even een paar dingetjes passen. Misschien vind ik dan nog wel leuke outfits. Dus het eerste truitje dat ik heb gepast. En hij is eigenlijk best wel een beetje raar. Je moet je sowieso een topje onder doen. Maar ik vind hem ook wel weer leuk, want ik heb er deze rok bij. En ik dacht, hij is wel een leuk setje. Dus ik ga deze nu even aandoen. Zo cute zijn mijn nagels. Nu zie je het echt goed met deze kleur. En deze outfit echt zo leuk. Ik moet alleen wel echt een nieuw pH onder. En deze rok is echt een beetje te groot. Maar ik vind deze ook echt heel erg leuk. Ik heb echt heel veel leuke dingen gepast. En toen ben ik in de winkel gegaan, heb ik nog veel meer leuke dingetjes gevonden. Dus ik ga die nu even allemaal passen. En ik ben hartstikke geslaagd. Ik heb dus inmiddels mijn nagels gedaan. Ik heb mijn voeten gedaan. Ik heb een paar dingen geshopt voor Marrakesh. Niet echt wat ik in mijn hoofd had, maar ze hadden eigenlijk ook heel weinig. En het is nu 18 graden daar. Heb ik al gezegd waar we naartoe gaan? Volgens mij heb ik mezelf nu... besproken. Maar ik en Nessie gaan dus naar Marrakesh samen met vrienden. Een andere stelletje eigenlijk. Dus we zijn in totaal met z'n vieren. We gaan samen naar Marrakesh. En wij zijn natuurlijk eerder al een keer naar Marrakesh geweest. Als jullie daar nieuwsgierig naar zijn, dan kunnen jullie nog onze oude vlogs op YouTube vinden. Maar dit keer gaan we dus met vrienden. En ja, ik ben echt benieuwd wat zij er ook van gaan vinden. Zelf deze Eva, het is echt zo druk op de weg. Dat zelfs de tram niet kon rijden. Omdat er allemaal auto's gewoon op de trambaan waren. Fucked up, man.
Ik ben nu bijna op de locatie waar ik en Nesim hebben afgesproken. Nini, ik heb jou zo erg gemist. Ik heb je ook gemist. Ik heb je zo erg gemist. Ik heb altijd spullen achter gedaan. We hebben allemaal Puma trainingspakken en zo gekregen. Ik heb zo gemist vandaag. Wat zie je er sportief uit, hè? Wat zie je er vandaag avontuurlijk uit? Beetje maar avontuurlijk. Ja, een beetje safari. Ja. Wij dachten we gaan even snel in West eten, maar het was echt zo druk en er was geen parkeerplek. Dus we moesten een beetje rondrijden op zoek naar eetplekken. En Inchi naast me heet Spaghetata. Spaghetata. Nee, waar heb je nou zin in? Ja, ik weet het niet. Wil je vis of wil je gewoon bazaar? Ja, bazaar is wel goed in principe. Eigenlijk wel. Alle komen. Lilith, daar hou je van, toch? Die gothic plek. Dan moesten we een keer echt anderhalf uur wachten op ons lunch, niet eens avondeten. Echt. Wanneer je van plekken switcht, want ik kom hier niet in. Dankjewel, man. Eindelijk geparkeerd. Wij gaan lekker bij de bazaar eten. Old school. Old school. En Essie heeft couscous besteld. Inmiddels ben ik thuis. Dan heb ik even mijn make-up eraf gehaald. Nesim heeft zijn tas al ingepakt, zoals je hier kan zien. Maar ik moet nog beginnen. En we moeten zo de katjes nog terug. We moeten de katjes nog zo brengen naar Honey. En het is al best wel aan de late kant, dus we moeten echt even een beetje opschieten. Oké. Okay. Dus tijd. Ik kan er niet bij. Wil je hem hier in het midden? Ja. Dat is een mooie plek, hè? Ik heb ook al deze telefoon hiernaast. Die hadden we nog niet erbij gedaan. Zo leuk! Het begint wel echt leuk te worden, hè? Ja. Maar hij is nog helemaal niet vol. Nee, totaal niet. Kijk, allemaal leuke dingetjes. Kijk, deze kleine darta. Hey! Jongens, ik dacht ik heb leuke outfits gescoord, alles. Ik doe ze aan. Tief is lelijk. Ik had ze in de winkel nog gepast, maar ik had een bepaalde idee erbij van wat ik erbij zou dragen en zo. Maar het is echt zo onwijs lelijk. Kijk, dit alleen al, fucking sinaasappel. Ik ga... sorry. Schrikke pompoen. Ik ga het echt niet dragen. Oh. En nu onze katjes wegbrengen. Hi Dinari. Oh. Hallo. En waar is mijn andere poepie die helemaal wild wordt als ze naar buiten mag? Ja, jij gaat wegrennen, hè? Morgen, ik ben vergeten de vlog van gisteren af te sluiten. Dus ik sluit me hierbij af. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. Ik zie jullie bij de volgende. Doeg!